Ben jij een oude ziel? 10 manieren om hierachter te komen. Je hebt waarschijnlijk de term oude ziel al wel eens eerder gehoord. Toch is het niet zo gebruikelijk om te praten over een oude ziel. Deze term is immers voornamelijk bekend onder degenen die geïnteresseerd zijn in de spirituele wereld. Is dit van toepassing op jou? Wil je weten of jij een oude ziel bent? Lees verder en ontdek meer over dit interessante onderwerp. Wat is een oude ziel? Volgens Taoïsten gaan oude zielen 5 levens in het verleden terug. Ze hebben veel ervaringen verzameld die vervolgens worden overgebracht naar het huidige leven. Men denkt dat deze persoon na deze 5 reïncarnaties aangekomen is bij zijn of haar laatste leven op aarde. Volgens deskundigen en geleerden van de geestelijke conditie zijn de lichamen van mensen gemaakt van botten en spieren. Ze hebben echter ook een ziel, een geest en energie. Als een oude ziel tijdens zijn laatste fase op aarde is, ontstaat er een behoefte om deze kennis met anderen te delen. Dit gebeurt omdat de reis op aarde nu voorbij is en de zielen zich voorbereiden om deel uit te gaan maken van het universum en een astraal niveau zullen bereiken. Zonder het te weten, heb je waarschijnlijk al tal van oude zielen ontmoet zonder je zelfs bewust te zijn van hun aanwezigheid. Tegelijkertijd kun je er zelf een zijn, zonder dat je het zelf weet. Een oude ziel is onthecht. Oude zielen zijn niet op zoek naar materieel of seksueel plezier. Deze mensen zijn op dit moment tevreden met hun leven. Ze zijn niet afhankelijk van externe situaties om gelukkig te zijn. Het is makkelijk te zien waarom ze niet naar beroemdheid of erkenning zoeken. Voor hen heeft niets waarde in het kosmische niveau. Tevredenheid komt vanuit jezelf. Als je een oude ziel bent, hecht je weinig waarde aan het verdienen van geld om sociale status te hebben of de economische ladder te beklimmen. Je gaat in tegen wat anderen gelukkig maakt, omdat je tevreden bent met wat je doet. Oude zielen zoeken naar innerlijke rust. Hierdoor is het niet ongebruikelijk dat ze de tegenovergestelde richting ingaan van wat de samenleving ons voorschrijft. Je bent een anker of ondersteuning voor anderen. Als je een oude ziel bent, is het heel gebruikelijk dat mensen zonder duidelijke kennisgeving naar je toe komen om hun persoonlijke problemen te vertellen. Dit gebeurt omdat degenen die naar je toe komen, een persoon zien die ze vertrouwen. Je bent iemand met wie ze kunnen praten omdat je hen inspireert. Een oude ziel is uniek en anders dan anderen. Een oude ziel heeft een andere manier om dingen te zien dan anderen. Ze kunnen bijvoorbeeld andere gewoontes hebben. Ze hebben veel tijd nodig om met de innerlijke zelf te communiceren. Ze genieten ervan om alleen te zijn, en tijd doorbrengen met de natuur. Het zijn mensen die volwassener zijn dan hun chronologische leeftijd. In het algemeen zijn oude zielen mensen die zich inzetten voor kunst, cultuur en de geesteswetenschappen. Zij hebben de neiging deel te nemen aan artistieke activiteiten die hen in staat stellen hun kosmische energie te ontwikkelen. Ze bereiken een hoger niveau van bewustzijn door muziek, waardoor ze de nodige ontspanning kunnen vinden om hun innerlijke zelf te ontdekken. Door middel van literatuur verzenden ze berichten. Door te schilderen noten ze de menselijke connectie. Je hebt chronologische vragen.
Het is waarschijnlijk dat je een vreemde affiniteit heeft voor kleding, muziek, gewoontes en de tradities uit een ander tijdperk. Oude zielen voelen dat ze in een andere tijd hebben geleefd dan ze nu doen. Je bent een volwassen persoon. Is het moeilijk voor je om met mensen van je eigen leeftijd te communiceren en vrienden te maken? Voel je dat je niets interessants hebt om met hen over te praten? Kijken ze je vreemd aan omdat je manier van waarnemen en analyseren niet bij hun past? Dit is een probleem als je een oude ziel bent. Een van je favoriete activiteiten is analyseren. Oude zielen zijn voortdurend aan het denken. Ze analyseren altijd de redenen, oorzaken en de manier waarop dingen werken. Ieder klein detail is de moeite waard om te bewonderen, omdat ze het gevoel hebben dat alles deel uitmaakt van een groter plan. Als je een oude ziel bent, wil je waarschijnlijk altijd meer weten en maar heel zelden accepteer je een simpel antwoord. Empathie is een van je belangrijkste kenmerken. Een ander kenmerk is dat je naar anderen luistert zonder te beoordelen of te bekritiseren. Je kunt jezelf in de schoenen van anderen verplaatsen om hen te helpen en te begrijpen wat er aan de hand is. Dit is iets dat aangeboren is. Het kan niet worden aangeleerd. Bekijk dit artikel, 5 aspecten die nodig zijn voor een respectvolle relatie. Je kijkt meteen door een persoon heen. Het hebben van een oude ziel betekent dat je makkelijk kunt ontcijferen hoe iemand is. Je instincten hebben het zelden mis. Hierdoor weet je heel snel hoe oprecht of betrouwbaar een persoon is. Je kunt beslissingen nemen op basis van gevoelens die je laten weten of je de goede kant op gaat of niet. Je maakt hier zelden een fout in.